Vanochtend vroeg trotseerde Ilse de Lange de duisternis om aan te schuiven bij Radio 538. Een avontuur dat ze met humor deelde op Instagram vanuit haar auto. Het is nog nacht. Radio 538. Dat rijmt, begon ze haar video. Terwijl de wereld langzaam ontwaakte, deelde Ilse een glimp van haar ochtendroutine. Ontbijt was een essentieel onderdeel, maar het hoogtepunt was haar speciale lamp. Waarom? Om haar wallen en rimpels te verbloemen. Natuurlijk. Bij aankomst in de studio, die inmiddels bad in dag ligt, besloot Ilse haar trouwe lamp toch mee te nemen. Ik heb toch de lamp erop gezet. Uit deuklicht, grapt ze. Goed licht doet wonderen in de ochtend. Het hilarische filmpje bracht een golf van lachsalvo's teweeg bij haar volgers. Een oplettende kijker merkte op, een hele koelkast om de telefoon heen gebouwd, haha, geweldig! Een ander liet weten, deze video's maken echt elke keer mijn dag. Ilse de Lange altijd klaar om de dag met een dosis humor te beginnen, bewijst dat zelfs de vroegste ochtenduren geen obstakel zijn voor een stralende verschijning. Haar Instagram-video's zijn niet alleen een kijkje achter de schermen, maar ook een bron van vreugde voor haar enthousiaste volgers.